Major Raju Bola heeft vandaag officieel de leiding van de kustwacht overgenomen van kolonel Jerry Slijngaard. Bola zegt dat Slijngaard trots mag zijn dat hij de kustwacht tot dit niveau heeft gebracht. Bola verzekert dat de kustwacht zich dienstbaar zal blijven opstellen. Echter merkt hij op dat vanwege de financiële situatie het moeilijk is om de operationele diensten uit te voeren. Slijngaard is dankbaar dat hij een bijdrage heeft geleverd bij het oprichten van de kustwacht. Hij is tevreden met de ondersteuning die hij van het personeel heeft gekregen in de 7 jaren waarin hij leiding heeft gegeven aan de dienst. Hij merkt op dat de kustwacht gegroeid is van niet bestaan tot een trotse eenheid die vandaag zelfstandig kan opereren. De kustwacht kijkt uit naar een goede samenwerking met de minister en de directeur van BISA om een gefaseerde verzelfstandiging en de verscheidenheid aan issues bij de kustwacht als één team naar grotere hoogten te voeren. Dit in gedachten hebbende heeft de kustwacht reeds voorstellen in concept voor mogelijkheden voor het legaal genereren van inkomsten voor verdere financiële verzelfstandiging om zodoende de druk op de staatsbegroting te doen verminderen. Op deze dag van overdracht sta ik met gemengde gevoelens. 1. Afscheid nemen is nooit prettig. Maar weet u verzekerd van dat ik geen afscheid neem in de zin van dat ik u nooit meer ga zien of voor eeuwig. We zullen blijven onze krachten geven aan de kustwacht waar en wanneer nodig. Aan de andere kant weet ik dat het schip van de kustwacht in kundige handen is overgegaan. En dat is dus van de majoor Bola. Minister van Binnenlandse Zaken, Brontoso Mohardjo, zegt dat de kustwacht onder zijn ministerie valt. De bewindsman benadrukt dat het ministerie er alles aan zal doen, zodat de medewerkers van de kustwacht hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Maar zaak is dat jullie als kustwachters een belangrijke taak op jullie hebben. En die taak gaan jullie nu samen uitvoeren met de nieuwe directeur. Directeur, door meneer Slijngaard, door kolonel Slijngaard, is de lat hoog gelegd. U weet, er was hier niks, er was alleen maar gras. Kijk hoe het er nu uitziet. Dankzij jullie en dankzij de beziende leiding van kolonel Slijngaard is het zo ver gekomen. Zorg ervoor dat het nog beter gaat worden, nog groter gaat worden, nog sterker gaat worden. Onder leiding van waarnemend directeur Bola. Dat wanneer we hier over 1 jaar staan, over 2 jaar, dat we zeggen, ai, het is een goede keus van ons geweest om de directeur als waarnemend aan te stellen. Het is een goede keus van ons geweest om de kustwacht onder BISA te laten vallen. Het is een goede keus van ons geweest om meneer Slijngaard het begin te laten oprichten. Dat allemaal over 1 jaar dat we hier staan en zeggen, ai, we hebben het goed gedaan en we gaan verder naar nog grotere hoogtes. Minister Brontoso Mohardjo van BISA. Hij sprak vanmorgen bij de overdracht van de leiding van de kustwacht. Vanaf vandaag is majoor Raju Bola de waarnemend directeur van de kustwacht. De overdracht vond plaats op het hoofdkwartier van de kustwacht.